In deze video ga ik wat dieper in op het begrip impressionisme. Impressionisme is een kunststroming die ontstond in de tweede helft van de 19e eeuw. Het is vooral bekend als een stroming in de schilderkunst, maar het is ook een stroming in de literatuur. Het impressionisme is ontstaan als reactie op het realisme. Het realisme ging ervan uit dat er een objectieve waarneming bestaat, dat wat je ziet, dat dat ook waar is, dat dat echt is. Maar ontwikkelingen in de psychologie leerden dat dit niet juist was. Mensen zien de wereld allemaal op hun eigen manier. Het gaat dus uit van een soort subjectief idee. Nou, wat doet de impressionist? De impressionist die geeft zijn idee of zijn interpretatie van de werkelijkheid, geeft hij weer, gekleurd door stemming en sfeer. Ik ga nog heel even terug naar die plaatjes hiervoor. Je ziet bijvoorbeeld heel duidelijk dat het plaatje van daarboven van die bootjes op het water, dit is niet een geheel objectieve weergave van hoe het is. Dit is de manier waarop alleen deze schilder dit had kunnen schilderen. Het werd overigens mogelijk gemaakt door een nieuwe ontwikkeling, namelijk door de beschikbaarheid van olieverf in tubes. Daardoor konden schilders ook echt naar buiten gaan met hun doek, met hun tubes verf, met hun ezel, met hun palet. En ze konden daar in de vrije natuur konden ze schilderen. Ze deden dat vaak wat snel, ook omdat ze natuurlijk afhankelijk waren van licht en weersomstandigheden. En ook dat is een reden waarom ze vaak met korte penseelstreken een impressie, een indruk gaven van de werkelijkheid. Impressionisme in de literatuur. Je zou het kunnen omschrijven als schilderen met woorden. Impressionisme in de literatuur gaat uit van het estheticisme, van het idee dat het in literatuur moet gaan om vorm en niet zozeer om inhoud. Het gaat om een kunstzinnige beschrijving van de werkelijkheid op een hele individuele manier, volgens de impressie van de schrijver. We herkennen impressionisme aan heel veel kleuraanduidingen voor van alles. Niet alleen van bloemen en van de natuur, maar alles kan kleur hebben. Veel sfeeraanduidingen door het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Er worden eigen beelden geschept door middel van het gebruik van neologismen, oftewel nieuw gevormde woorden worden die de schrijver zelf heeft verzonnen, bedacht of samengesteld. Er is sprake van veel beeldspraak, metafoor en bijvoorbeeld ook synesthesie. Synesthesie, dat is waarbij twee zintuigelijke waarnemingen met elkaar worden vermengd, zoals een donkere stem en schreeuwende kleuren. Dat zijn twee voorbeelden van synesthesie. Avond is een gedicht van Willem Kloos. Nauw zichtbaar wiegen op een lichte zucht de witte bloesems in de schemering. Ziet hoe langs mijn venster nog met rasgerucht een enkele al te late vogel vliet. En ver, daar ginds, die zacht gekleurde lucht als perlemoer waar iedere tint vervliet in teerheid. Rust, o wondervreemd genucht, want alles is bij dag zo innig niet. Alle geluid dat nog ver sprak, verstierf. De wind, de wolken, alles gaat al zacht en zachter. Alles wordt zo stil. En ik weet niet hoe thans dit hart zo zwak, dat ons zo moe is, al luider slaat, altijd maar luiden en niet rusten wil. Dit gedicht van Willem Kloos is onmiskenbaar een impressionistisch gedicht. Je hebt natuurlijk al gemerkt dat er veel bijvoeglijke naamwoorden in staan. We zien hier bijvoorbeeld al de witte bloesems. De natuur wordt hier beschreven. In de schemering is, dat noemen wij een bepaling die ook weer iets zegt over die bloesems. Er staan ook wat
archaïsmen in. En archaïsmen, dat zijn woorden die eigenlijk in onbruik zijn geraakt. Denk aan het woord archeoloog. Het zijn oude woorden die in die tijd eigenlijk al niet meer gebruikt werden. Zo zie je bijvoorbeeld genucht. Dat is een woord wat destijds al nauwelijks gebruikt meer werd. Er wordt hier een klank veranderd. Parelmoer, daar wordt van gemaakt. Perlemoer, dat kon ook gewoon. Het woord vliet hier, dat komt van het woord vlieden. Tegenwoordig is het echt een archaïsme. Ik weet eigenlijk niet of dat in die tijd nog veel gebruikt werd. Vlieden, dat betekent vluchten. Je ziet het nog wel in de natuurkunde, bijvoorbeeld middelpunt vliedende krachten. Krachten die van het middelpunt afgaan. Maar volgens mij was het ook in die tijd al niet zo'n gangbaar woord meer. Dit gedicht, alles met alles, zou je een impressionistisch gedicht kunnen noemen. Impressionisme is typerend laagpoegelaar, de kunst voor de kunst. Het gaat om de sfeer en niet om het idee. Het gaat hierbij dus niet om inhoud. Impressionisme is puur iets dat gaat om de vorm. Het kan over van alles gaan. Het impressionisme zegt niets over de inhoud dus. In romans herken je het impressionisme vooral in de vorm, de stijl waarin het boek geschreven is en niet in de inhoud. Het gaat dus om de vorm.